Oké, ik heb het al in de vlog gezegd, maar ik ben te hyped voor dit ding. Ik heb hem mee naar huis genomen, de Razer Diamondback Chroma. En ik heb hem gebruikt. Maar ik werd er net iets te nerdy geil van. Dat ik jullie dit niet wou ontnemen, het unboxen ervan. Is natuurlijk super leuk, het is een mooi doosje. Kun je zo... Hoppatee. Dat is trouwens bij gamers net echt een ding, het inboxen van dingen. Dat is dat wij in ons enthousiasme dingen meteen uit de doos halen en daarna denken... Oh, een unboxing ervan is ook wel leuk. Dus ik heb dit heel kundig... heb ik dit weer ingeboxt. Maar let erop, de stickertjes en zo, die zijn er dan al vanaf. Dus die moet je er dan even bij bedenken. Voor de rest is het 100% de vanilla ervaring van de unboxing. Nou ja, je kunt hem dus zo al mooi zien. Een hele mooie tekst erbij van ja, de legende. Dit is natuurlijk de allereerste gaming muis geweest. De originele Diamondback. Hij is een tijdje verdwenen, zeg maar, uit Razer's catalogus. Maar hij is nu terug in Chroma editie. De allereerste ultieme gamer muis. The Return of the Legend. En ja, dat krijg je dan ook wel een beetje, die legende. Kijk, het is zo mooi dat je dit zo... Krijg je zo'n lipje? Oeh. Trek je hem er zo uit. Nog steeds mooi. Maar het mooie komt straks pas echt. En dan kunnen we dit heel kundig openvouwen. Kijk ook hoe mooi ik dit weer terug erin heb gekregen. Zou je niet verwachten, hè? Maar goed, ik hoef hem nou niet meer terug in te boksen, dus het mag allemaal wat ruiger aangaan. Welcome to the cult of Razer. En dan krijg je natuurlijk een leuk boekje met allerlei... belangrijke mededelingen. En natuurlijk de stickers. Yay! Chroma stickers, die zijn zo... die verkleuren helemaal. Maar verder ook weer wat backstory en wat dingen wat je er wel en niet mee moet doen. In je mond stoppen en zo, dat soort dingen. Gaat even aan de zijkant en dan... gaan we zo uit. Hier zat dus ook een laagje overheen. Dan moet je er ook weer even bij bedenken. Sorry, daar heb ik er wel afgehaald. Anders kon ik hem nog niet even testen. Maar dit is hem dan. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, het is natuurlijk chroma, dus het draait allemaal om de lampjes. Maar ik vind hem nou al echt ongelooflijk sexy, hoe die gewoon al in je hand ligt. Het doet mij denken aan vroeger, daarover later meer. Maar het is in ieder geval al een mooi ding, maar het komt natuurlijk allemaal aan op wanneer je hem aansluit. En kunt genieten van de lampjes. En nou heb ik een lange kabel en mijn laptop verstopt. Dus trommelgeroffel, cue it. Hij gaat erin, als ik een USB-poort kan vinden. Wauw. En nou is natuurlijk wel het ding dat in onze studio twee van die superfelle lampen op mijn knoepert staan en op de muis. Dus ik weet niet of je de lampjes helemaal goed kan zien op de beelden, maar het is in ieder geval echt een baby met die chroma lampjes. Hij heeft iets van 16 miljoen kleuren, er zit sowieso een hele hoge DPI op, daarover later allemaal meer. Want we gaan hem ook helemaal behandelen natuurlijk in Gamers Net Gear. En het leuke is, ik heb het al op Twitter een paar keer gezegd, deze unit geven we weg. Dat zou je echt niet verwachten, maar we hebben dus sinds kort contact met Razer en die zeiden van, oh, jullie mogen die wel even testen, maar dan willen we wel dat jullie hem weggeven. Nou, dat deed mij echt, dat deed heel erg veel pijn bij mij. Maar blijf in ieder geval tuned, Gamersnet in 2016, ergens in het begin, mogen we deze weggeven. Er zit dus alleen wel een beetje mijn vlekken misschien op, omdat ik hem wel gewoon wil testen. En ik ga niet met handschoentjes aandoen, want dat vind ik gewoon lame. Ik wil dit ding voelen, want dit is echt... Goed, zo goed. Oh, en trouwens, dit vind ik echt een leuke fun fact. Ik was heel hyped hiervoor, omdat dit heel erg lijkt op mijn allereerste gaming muis. Ik had niet de Diamondback, maar ik had namelijk de Copperhead. Dit is mijn eerste gaming muis en let ook vooral niet op hoe vies die is en hoe dit rubber allemaal een beetje los begint te komen. En dat geeft een hele vettige uitstraling. Maar voor mij is het een welkome verandering weer in mijn hand om weer dit op mijn hand te hebben. Want het is wel een beetje datzelfde design en ik ben af en toe een beetje razergeel, dus dan krijg je dit. Maar jongens, die geven we niet weg. Die gaat bij mij in de museumkast en dus krijg je gratis bij mijn autobiografie. En deze die geven we dus weg en er komt een review van. Ik ben er in ieder geval heel erg hyped voor, dus cheers jongens. Tot snel bij gamersnet.nl. Oh damn. Yo.